Met de huidige opslagruimte van harde schijven loop je de kans dat je eenvoudig kopieën van bestanden opslaat. Ruimte genoeg, toch? Maar het kan wel verwarrend werken. Met welk bestand moet je nu verder? Gelukkig bestaan er programma's waarmee je dubbele bestanden kunt opsporen. Bijvoorbeeld met het gratis Jupguru, dat onder andere ook de inhoud van een bestand scant. Hoe je met Jupguru kunt werken, zie je in deze how-to. Je zorgt ervoor dat je deze website in beeld hebt tubeguru.voltaic.net Hier download je de Windows-versie. Het programma wordt geïnstalleerd. Je kunt een taal kiezen. En je moet de voorwaarden accepteren. Verder gebruik ik hier de standaardinstellingen. Tubeguru is geopend. Bovenaan selecteer je de mode. Je kunt ook alleen naar dubbele muziekbestanden of afbeeldingen laten zoeken. Bij onderzoekstypen geef je aan waarop gezocht moet worden. Naast de inhoud kun je ook zoeken naar bestandsnamen of mappen. Via More Options kun je bijvoorbeeld de filtersterkte instellen. Standaard staat deze op 95. Hoe lager het getal, hoe meer resultaten je krijgt. En je kunt er hier ook voor kiezen lege mappen die worden gevonden direct te laten verwijderen. Je kunt mappen toevoegen door deze naar het vak te slepen vanuit de verkenner of door op deze plus te klikken en te kiezen voor folder toevoegen. Onderaan staan er twee knoppen. Met de eerste kun je eerdere resultaten laden, maar we gaan nu de huidige map onderzoeken. Er wordt een nieuw venster geopend. In het resultaat zie je steeds twee bij elkaar horende resultaten. De originele staat in het blauw afgebeeld. De dubbelingen staan eronder. Door hier een vinkje te plaatsen, breng je alleen de dubbelingen in beeld. Je kunt bestanden selecteren om er daarna een actie op uit te laten voeren. Om ervoor te zorgen dat je niet beide bestanden verwijdert, kun je alleen de dubbelingen selecteren. Via Markeer kun je alles markeren. Alleen de dubbelingen dus. Via het menu acties of de knop acties geef je aan wat er met de geselecteerde bestanden moet gebeuren. Je kunt de bestanden bijvoorbeeld direct verplaatsen naar de prullenbak. Of eerst nog naar een bepaalde map. Als je op een bestand dubbel klikt, wordt dit geopend. Als je klaar bent, sluit je in het venster. En tot slot in het hoofdvenster kun je ook de mappen en bestanden bekijken. Tot zover deze how-to over JobGuru.